Nog geen week geleden hadden ze ginds op die plek geposeerd voor hun opgetogen kennissen. Wat zag er toen alles geheel anders uit? Nu waren de achtergronden en de lieren, het kruis, al de rommelbommel opgeborgen op de zolder. Dien had de kostuums netjes opgevouwen en zijn koffers bewaard. Het was toch een gezellige tijd geweest. Ook de beraadslagingen met Paul en Etienne over de onderwerpen en de kostuums. De repetities waar Paul iedere pose moest voordoen. Wat hadden ze dikwijls geschaterd. Wat de moeite zich ook getroost voor die enkele minuten. Papa las maar ijverig door. En zij telde. Eens na 25, toen na 30 tellen, sloeg hij het blaadje om. Wat repte hij zich. Hé, wat kletterde de regen en wat stroomde de goot. Freddy en Marie waren voor haar plezier uit. Heerlijk, zich veilig te voelen als een poesje voor die nattigheid. En haar voeten nestelden zich in de wol van de zwarte schapenvacht voor de haard. Haar blond hoofd drukte zich dieper in het tapisseriewerk van de oude stoel. Freddy ging die avond naar een bal. Hoe was het mogelijk dat ze daar tegen kon, bijna iedere avond uit te gaan? Oh, zei Lily, hield er ook al van. Heerlijk bal, een amusant soireetje. Maar ze bleef ook heel gaarne thuis. Ze las of ze werkte. Of ze deed niets. Maar verveling kende ze niet. En haar leventje, het was net een kalm beekje. Ze was zo geheel en al tevreden bij haar engelen van ouders. Ze wenste maar dat het altijd zo zou blijven. Het kon haar niet schelen een oude jonge juffrouw te worden. Quasimodo, Esmeralda, Phoebus de Chateaupère. Ach, had ze maar liever jong Longfellow meegebracht. Ze had niets geen verlangen naar de Cour des Miracles, maar wel naar Evangeline of the Golden Legend. My life is little, only a cup of water, but pure and limpid. Nou, wat was ze poëtisch gestemd. Ze lachte in zichzelf om zichzelf en keek naar buiten in de tuin, waar de druipende dorre takken als in wanhoop geschud werden door de wind. Er werd gebeld en ze hoorde stappen en gelach in de gang en een aanhoudend geveeg van voeten op de mat. Freddy en Marie kwamen thuis, maar ze gingen denkelijk naar boven. Nee, ze traden binnen, steeds lachend, ontdaan van hun druipnatte regenmantels en beslikte overschoenen en met zich een geur van wind en vochtigheid in de warmte der kamer voerend.